Dat is hij dan. Daar is hem nou. Wat is er gebeurd? Hij is thuisgebracht door een kat. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar er is een kat die hem in ieder geval thuis heeft gebracht bij zijn baasje. En hem gelukkig los wilde laten toen het baasje daarom vroeg. En zo te zien is hij niet beschadigd geraakt in ieder geval. Wat is hij klein? Hij is klein, maar ze waren nog veel kleiner. Of hij was veel kleiner toen hij geboren werd. Want als ze geboren worden zijn ze zo groot als een kurk. Dus echt zo klein. En zijn ze ook compleet kaal. En nou heeft hij natuurlijk al een heel mooi vachtje. Ja, gebeurt het nou veel, eekhoorntjes, kleintjes die uit de boom vallen of door katten gepakt worden? Het gebeurt regelmatig en het gebeurt eigenlijk nog vaker dan mensen gaan snoeien op dit moment. En dit is gewoon het moment dat ze aan het nestelen zijn, de eekhoorns. En dan snoeien ze wel eens een heel nest met jongen en al de bomen uit. Dus dat is wel heel triest. Hoe groot is nou de kans dat deze kleine er weer bovenop komt? Nou, hij maakt nu een hele gezonde indruk, dus ik denk dat hij best wel grote kans maakt. Hij moet natuurlijk wel goed de melk moet goed aanslaan. Hij krijgt nu nog een mengsel van water met mineralen. Dat is om zijn darmen goed op gang te helpen en om te wennen aan iets anders dan de moedermelk. En als hij dat 24 uur gehad heeft, dan krijgt hij een mengsel van verschillende melkpoeders. Heeft hij al een naam? Nee, we geven ze hier geen namen, want het is ook niet de bedoeling dat wij ons aan hen gaan hechten. Want het is de bedoeling dat de dieren die hier komen weer zo snel mogelijk de natuur ingaan. Terug het bos in. Of waar ze dan ook zich thuis horen, maar deze inderdaad het bos weer in, ja.